Dames en heren, welkom vanavond bij het Stadsgesprek, het maandelijks debat van de Bali en het Parool, vanavond over het Amsterdamse onderwijs. Ik ben Lorianne van Gelder, verslaggever onderwijs van het Parool. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wie hier nou in de zaal zit. Wie heeft er ooit op een Amsterdamse school gezeten hier? Hand omhoog. Veel. Of zit nu op een Amsterdamse school. Wie heeft er kinderen op een Amsterdamse school? Ook indrukwekkend. En wie werkt er in het onderwijs? Ja, dat vermoed ik al. Nou, welkom in ieder geval. We gaan het vanavond dus hebben over het Amsterdamse basisonderwijs. Eerst ga ik praten met wethouder onderwijs Simone Kukenheim over haar eerste jaar als wethouder, over haar visie, over haar plannen. Daarna hebben we een panelgesprek met Herbert de Bruyne, directeur van Openbaar Onderwijs aan de Amstel en voorzitter van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdamse Basisscholen. En Alex Bakker, directeur van de Kinderboom. Dan hebben we even een intermezzo met een column van Pieter Bas van Wiegen over zijn zoektocht naar de beste school voor zijn zoontje. En dan hebben we een tweede panelgesprek met Lisa van der Winde van Ouders voor Keuzevrijheid Basisonderwijs. Dat zijn allemaal van die hele lange namen, al die stichtingen en zo. Nicoline Vink, oprichter van de Vrije School in Amsterdam-Noord. Maar eerst gaan we luisteren naar degene over wie het echt gaat. En dat zijn de scholieren zelf. Imre Shapiro van Basisschool De Ontplooiing gaat in een column vertellen over wat hij geleerd wil hebben aan het einde van zijn basisschool. Hij wordt bijgestaan door Ilmes, zijn klasgenoot en goede vriend. Imre, mag ik je uitnodigen om daar je column voor te lezen? Wat moet een kind leren op een basisschool? Dat is een goede vraag. Het eerste wat je leert zijn alle letters. En daarna leer je er ook woorden mee te schrijven. Maar dan ben je opeens klaar met de simpele woorden en dan komen de moeilijke woorden. En nieuwe regels. Als dat goed gaat, ben je klaar met taal. Voor nu. Dan ga je in de gang met getallen. Eerst tot 10, dan tot 100 en dan tot 1000. Nadat je dat hebt gedaan, ga je werken aan plus, min, keer, etc. Nadat je dat... Oh. Maar dan komt taal weer. En dan ben je weer bezig met nieuwe dingen. En dan komen er dingen zoals stam plus teet, kofferschip, verleden tijd, etc. En dan ga je dat doen tot het eind van de basisschool. Hier en daar komen wel een paar nieuwe dingen, maar dat is ongeveer alles. Tenminste, zo was het op mijn oude school. Ik had zelf niet zoveel geluk, want ik ben best wel slecht te rekenen en ook in taal. Dat komt door een slechte leraar. Ze zetten me voor de eerste 2,5 jaar figuurlijk in een hoekje en nu mis ik 2,5 jaar. Maar gelukkig is het op mijn nieuwe school beter, want hier geven ze je meer tijd en ruimte en helpen de leerkrachten bij wat je echt nodig hebt en wil worden. Oké, nu wat over mezelf. Ik wil in Frankrijk wonen en een architect worden. En wat moet ik daarvoor leren? Nou, ik moet weten hoe je Frans moet praten, rekenen en weten hoe je een stevig huis moet bouwen. Rekenen leer ik op school en hoe je een stevig huis bouwt, leer ik thuis met Lego. Om beter te worden in taal heb ik nu bijles om toch bij mijn dromen te komen. Dankjewel, Imre. Imre moet helaas morgen gewoon weer naar school. Dus die gaat zo meteen stiekem weer de deur uit met zijn ouders. Wij gaan zo meteen tot 9:30 door en daarna is er ook nog ruimte voor vragen. Dus wees niet bang dat jullie niet aan bod komen. Imre, dankjewel. Ilmes, dankjewel. En nou, succes morgen. En straks. Dan wil ik nu graag wethouder Simone Kukenheim uitnodigen. Je mag hier plaatsnemen. Welkom. Dank. Wil je wat water? Heel graag. Het is inmiddels meer dan een jaar dat je wethouder onderwijs bent van D66 in het college. Kun je me vertellen hoe dat eerste jaar was, globaal gezien? Hoe kijk je erop terug? Nou, je moet je voorstellen, Amsterdam is echt een... Ik word heel chauvinistisch van dit vak. En Amsterdam vind ik een geweldige stad. Ik vind Amsterdammers heel erg leuk. Amsterdamse kinderen zijn heel leuk, maar dat hoef ik niet
te vertellen, want dat zie je. Ik vroeg aan Imre, ben je nou zenuwachtig? En hij keek me aan, nee, hoezo? Amsterdamse scholen zijn goed, zijn divers, daar is van alles te zien. De mensen die daar werken zijn ontzettend gedreven. Dus het is een jaar waar je ontzettend veel energie van krijgt. Het is een enorme eer om ervoor te werken. Het is veel verantwoordelijkheid, maar het is ook gewoon heel cool. Dus dat allemaal. En jij, je trof het eigenlijk best wel goed aan. Want dankzij de kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam van je voorganger Ascher en ook nog Hilhorst, was het aantal scholen van zwakke scholen van 44 naar 4 teruggegaan. Was dat een makkelijk uitgangspunt? Nou, Amsterdam heeft een lange traditie echt om zich erg tegen het onderwijs aan te bemoeien. En ik vind dat een mooie traditie. Ik heb heel veel bewondering voor mijn voorgangers die dat met heel veel passie hebben gedaan op hun manier. En Amsterdam heeft heel veel goede scholen, dus dat is een prachtige erfenis waar we echt een heel mooie nieuwe stap in gemaakt hebben. Maar was het ook een prettig, aangenaam, makkelijk uitgangspunt, of niet? Nou, ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Je bedoelt als het onderwijs er dramatisch aan toe was geweest in Amsterdam, of mijn begin als wethouder dan ingewikkelder was. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat hoeft niet per se te zijn, omdat je niet moet vergissen welke rol je hebt in deze stad. Het zijn natuurlijk gewoon leraren die het allerbelangrijkste zijn in mijn ogen voor de klas die het onderwijs maken. Het zijn schoolleiders die daar ook een hele belangrijke rol in hebben om daar op te sturen en ook besturen. Dus je moet niet vergeten dat daar die primaire verantwoordelijkheid in de eerste plaats zit. Wat ik interessant heb gevonden is, ik denk dat toen mijn voorgangers begonnen met de kwaliteitsaanpak, er echt reden was om eens wat vragen te gaan stellen aan het onderwijs. Jongens, wat is hier aan de hand? Hoe kan het dat het er zo bij staat? Tegelijkertijd was dat ook een tijd dat de gemeente eigenlijk zelf nog verantwoordelijk was voor de meeste scholen. Direct verantwoordelijk. Wat is nu anders? In die tijd dat de kwaliteitsaanpak begon en dat de gemeente terecht wat vragen stelde, had je ook kunnen zeggen het werd tijd, want in die tijd viel al het openbaar onderwijs nog onder diezelfde gemeente, die het dus ook een beetje had laten liggen. Nou, vervolgens is het dus hartstikke goed dat samen met de schoolbestuur en de gemeente men daarin gesprongen is. Er zijn hele verkiezingsdebatten gevolgd over of de manier waarop een goede is. Mm-hmm. Nou, die wil ik met alle liefde overdoen, maar ik denk dat... Dat hoeft niet, maar... Precies, dat er daar niet heel veel mensen op te wachten zitten. Ik denk dat het goed is om te constateren dat we een stad hebben waar iedereen heel erg betrokken is bij het onderwijs, waar heel hard gewerkt is. En ik heb daar op mijn manier iets aan toe proberen te voegen afgelopen jaar. En dat is eigenlijk dat wat ik net zei. Ik vind dat de leraar echt centraal is als het gaat over de kwaliteit van onderwijs. Ik vind ook echt dat die leraar als professional weer zeggenschap moet hebben over hoe het gaat en hoe een les voor de klas eruit ziet en hoe een school zich ontwikkelt. Dat is ook waar we ons beleid op inzetten. Ik denk dat dat ook de meest duurzame manier is om kwaliteit te verbeteren. Je hebt het over die leraar, maar kun je dan iets meer gespecificeerd zeggen van wat die visie dan is van jou op het Amsterdamse onderwijs? Wat vind je nou echt belangrijk, behalve dan die leraar die... Ik vind dat het kwaliteit van een hoog niveau moet zijn. Ik vind dat hoe het onderwijs gegeven kan worden op heel veel scholen heel verschillend kan zijn. Immers, kinderen zijn ook verschillend. Ouders hebben verschillende visies over wat voor scholen, wat ze verwachten van een school en hoe ze dat aanpakken. Is helemaal niet erg. Ik denk dat die diversiteit een heel groot goed is in ons onderwijs. En dat doet ook helemaal niet af aan de kwaliteit. Ik denk dat je wel professionals zelf zeggenschap moet geven over hoe dat er dan uitziet en hoe ze daaraan werken. Omdat ik denk, als je dat niet doet, als je gewoon van bovenuit zegt en jullie moeten allemaal op deze manier nou deze school vormgeven. En ja, een soort allemaal dezelfde soort scholen krijgt. Ik denk dat dat zonde is. Amsterdam heeft veel meer te bieden. Dat was de kritiek, maar ik denk dat het ook zo? Uiteindelijk niet heel inspirerend is voor een leraar zelf. Ik denk dat het echt veel duurzamer is om een leraar zelf wat zeggenschap te geven over je ontwikkeling. En een van jouw plannen was de lerarenagenda. Kun je kort vertellen wat dat inhoudt? Nou, daarbij zetten we de leraar centraal. We zeggen, we vinden het belangrijk dat een leraar werkt aan zijn professionaliteit. Maar hoe dat moet,
verschilt voor iedereen. Immers, iedereen heeft een andere achtergrond. Iedereen werkt ook op een andere school, waar andere behoeften zijn. Dus dat dat moet je zelf als leraar vormgeven. En daar willen wij aan bijdragen, want we weten dat onderwijs en voor de klas staan in Amsterdam super zwaar is. Dat het een heel zwaar vak is. Dat er wij als samenleving, wij als politiek heel veel op het bordje van het onderwijs neerleggen. Heel veel aan leerkrachten vragen. Steeds meer ook. Steeds meer. En dat is deels terecht, want het is het belangrijkste beroep wat er is. Het lesgeven aan kinderen. Maar ga er maar aan staan. Niet makkelijk. En daarom zeggen we, doen we in Amsterdam wat extra's. Om deze leraar daarbij te helpen. Onder meer met de lerarenbeurs. Bijvoorbeeld door de lerarenbeurs. Ja. We hebben ook een scholenbeurs. Daarmee kunnen leraren zich dan ontwikkelen. Maar ze zijn volledig vrij in wat voor cursussen ze kunnen aannemen. Ja. Maar wil je daar niet, jij geeft het geld, wil je daar niet een beetje controle over houden? Nee, ik vind het echt belangrijk dat mensen zelf definiëren wat zij nodig hebben om aan hun eigen kwaliteit. Omdat je dat, ik ben geen onderwijskundige, hè? Ik ben iemand die vragen stelt en wel aan de kaak stelt, zeggen dat ik dingen belangrijk vind. Maar een leraar zelf is degene die kan zeggen, ja, dit is wat ik voor deze klas nodig heb. Ik denk dat het zinvol is dat leraren daar zelf over nadenken. Dat schoolleiders nadenken over, wat zie ik nou op mijn school? Wat heeft deze school nodig? Wat hebben mijn mensen daarbij nodig? Hoe kan ik ze erbij helpen? Dat kunnen zij veel beter formuleren dan ik. En wat vind je van de kritiek dat waarschijnlijk de best geëquipeerde scholen straks hun leraren een aanvraag laten schrijven en dat die dan op cursus mogen gaan? Terwijl misschien de zwakkere scholen of de minder goed geëquipeerde scholen dat niet zullen doen? Nou, twee dingen niet vind ik van die kritiek. Ik vind dat je dan weinig vertrouwen hebt in het Amsterdamse onderwijs. En ik heb heel veel scholen en leraren gezien. En ik herken dat tot nu helemaal niet. Mensen hebben ontzettend veel denkkracht en zijn ontzettend professioneel bezig. En twee, het resultaat is er nu. We hebben nu alle beurzen uitgegeven. En het is absoluut niet het geval. Je ziet dat de beurzen zijn aangevraagd. Kun je vertellen wat voor cursussen er bijvoorbeeld zijn? Heel verschillend. Wat ik heel leuk vind is dat er heel veel groepsbeurzen zijn aangevraagd om bijvoorbeeld met elkaar te werken aan ontwerpen aan onderwijs. Er zijn cursussen aangevraagd door leraren die hun vakgebied willen verdiepen. Er zijn cursussen aangevraagd door leraren die het ingewikkeld vinden om spannende onderwerpen, denk aan Charlie Hebdo, te bespreken en hoe ze dat dan wel doen. Er zijn cursussen aangevraagd door leraren die willen weten hoe je bijvoorbeeld beter kan werken met nieuwe media in je klas. Ook groepen leraren die dat met elkaar voor een school willen doen. Dus heel divers. Heel divers. Ja. Maar wat ook heel leuk is dat het aangevraagd is door er zijn niet zo heel veel zwakke scholen. Is er overvraagd? De lerarenbeurs is overvraagd en die hebben we, maar daar hebben we uiteindelijk door een schuif in budgetten alle lerarenbeurzen toegekend. Ook de scholenbeurs is overvraagd. En er zijn een aantal scholen die volgend jaar weer aan de beurt zijn. Ander plan van jou is onze nieuwe school. In samenwerking. Maar mag ik één, want het antwoord op jouw vraag is, het is niet gebeurd. Je ziet dat leraren van alle type scholen hebben aangevraagd, van VMBO tot gymnasium, leraren op scholen in Zuidoost, Centrum, Noord, noem maar op. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Een ander plan van jou is onze nieuwe school. Ja. Waarbij iedereen een plan kon indienen voor een nieuwe school. Ja. Waarom willen jullie dat graag doen? Er zijn toch eindeloos veel diverse scholen in Amsterdam? Ja, dat klopt. Dus dat is ook heel leuk. Maar we hebben meer scholen nodig, want we groeien als Amsterdam. Dus er komen meer leerlingen bij. En maar er zijn ook veel krimpende scholen. Ja, maar die staan niet per se op de plek waar we altijd nieuwe scholen nodig hebben. En wat je ziet is dat er ook heel veel behoefte is aan onderwijsontwikkeling, onderwijs vernieuwen en ander soort scholen, onderwijs. Nou, je ziet dat heel veel schoolbesturen daar zelf heel goed vorm aan kunnen geven. We hebben echt de laatste jaren mooie voorbeelden van gezien. Maar je ziet ook dat er heel veel denkkracht is daarbuiten bij ouders. Volgens mij hebben we straks een vraaggesprek met ouders die zelf een school zijn begonnen en daaraan werken. Bij heel veel leerkrachten zelfs, ook bij bestaande schoolbesturen die aan het nadenken zijn, hoe kunnen we onze school een nieuw concept geven. En wij wilden
een proces ingaan wat echt inclusief was. Wat die energie die er nu in het onderwijs is, en ik vind dat echt heel bijzonder, en dat is echt, dat siert met name het voortgezet en het primair onderwijs. Daar vind ik, kan ook echt het hoger onderwijs bijvoorbeeld van leren. MBO zie je dat nu ook komen. Daar zit zoveel denkkracht en zoveel mensen die nu echt eigenaar willen zijn over hun vak en over hun professie en over wat onderwijs betekent en hoe scholen er moeten uitzien. Ik vond dat moet je gewoon een kans geven. Dat uiteindelijk komen er 4 scholen, geloof ik. Hè? Ja. Maar gaan die er ook echt komen? Want de landelijke wet is nog eigenlijk helemaal niet zo flexibel in het stichten van nieuwe scholen. Ja, die scholen gaan er komen en je kan dat op verschillende manieren doen. Je kan... Is dat echt een belofte? Ja. We gaan echt 4 nieuwe scholen in Amsterdam krijgen. Vanuit die Onze Nieuwe School Challenge. Ja. Je vindt dat... Dat zou heel raar zijn als ik nu iets anders zou zeggen. Kijk, het is heel moeilijk. Regelgeving kan het je heel moeilijk maken. Ik zat net naast een Nicole Vink, die we net nog gaan horen. En die zal misschien gaan vertellen over hoe enorm ingewikkeld het is om bijvoorbeeld een vrije school, waar enorm veel vraag naar is, in Amsterdam-Noord te stichten. Waarbij de wettelijke regels dan zeggen, er is niet genoeg belangstelling, dus geen stichtingsruimte. Nou ja, wat gaan we dan doen in Amsterdam? We zijn onze regels aan het aanpassen om zo verder Amsterdamse regels zijn die dat soort dingen in de weg staan aan te passen. We zijn in een gesprek met het Rijk die met ons meekijkt van wat hebben jullie nou eigenlijk nodig om dit mooi vorm te geven. En er zijn ook initiatieven die gewoon kunnen landen onder bestaande schoolbesturen. Er is nog stichtingsruimte op verschillende gebieden in onze stad voor verschillende scholen. Dus... soms zal het ingewikkelder worden dan anders. Misschien zullen we verschillende vormen daarvoor vinden. Maar ik heb echt vertrouwen dat als we dat willen met z'n allen, en als we deze energie vasthouden, dat we dat echt wel voor elkaar krijgen. Waar kunnen we u straks op afrekenen als de coalitieperiode is afgelopen? Dat is wel grappig, want in het onderwijs willen we van een afrekeningscultuur... Ja, maar in de politiek niet. ...naar een verantwoordingscultuur. Helaas. Nou, misschien jij persoonlijk niet. Ik vind... ik wil het onderwijs graag in beweging brengen. Ik wil goed onderwijs voor alle kinderen. En ik wil dat alle kinderen de kansen krijgen en kunnen pakken die ze nodig hebben om iets om te worden wat ze willen zijn. En ook om hun talent te benutten. En daar is veel voor nodig. Ik denk dat in beweging krijgen, dat is moeilijk onder woorden te brengen. Ik denk dat wel die challenge heeft wel laten zien hoe dat er onderuit onder andere uit kan zien. Maar het betekent ook een aantal andere dingen. Kijk, ik zei net, ik ben geen leerkracht. Het is wel grappig, ik ben wethouder. En ik dacht, nou ja, als je de wereld wil veranderen, dan kan je de politiek ingaan. Maar hoe langer ik dit doe, denk ik, als je echt de wereld wil veranderen, moet je voor de klas gaan staan. Dus misschien is dat nog een volgende stap. Maar aan mij wel de taak om een aantal vragen te gaan stellen. Welke vragen? Vragen aan het Amsterdamse onderwijs, waarvan ik denk, daar moeten we met z'n allen een veel beter antwoord op vinden. Nog los van ik weet dat de vraag nog wordt, en wat gaat u daaraan doen, mevrouw Kukenheim? Bijvoorbeeld, ik zal het u waar ik me zorgen over maak. 70% van de Amsterdamse witte kinderen gaat naar het VWO. 30% van de Amsterdamse allochtone kinderen gaat naar het VWO. Dat is een schande. Dat is echt iets waar we ons met elkaar voor moeten schamen. Mm-hmm. Dat moeten we beter doen. En dat is een vraag die moet ik in de eerste plaats aan het onderwijs stellen. Daar moeten we een antwoord op geven. En dat is heel ingewikkeld, dat weet ik meteen. Maar als dat antwoord van hen niet komt, wat gaat u er dan aan doen? Nou, dat betekent doorvragen. Gewoon met elkaar zijn. Wat heb je nodig om die kinderen wel te bedienen? We hebben een heel scala aan maatregelen. Maar wat is uw stok achter de deur? U zegt vaak, we gaan praten als er een probleem is. Ja. Heeft u geen sancties, achter de deur? Of iets stevigers? Ja, dat is... Ik vind dat heel erg een oude manier van denken. Door te denken, als ze niet doen wat ik zeg, dan kom je met een stok en daar kan je dan heel hard mee slaan. Ik geloof niet dat je een land, een wereld, een stad op die manier bestuurt. Ik denk dat je echt in beweging mensen in beweging zet door te zeggen, om door goede vragen te stellen. Door te kijken, waar ben je goed in, waar ben je niet goed in? Wat heb je nodig om dit te bereiken? Waarom lukt het niet? En waar kan ik je dan mee helpen? Maar ook om mensen te confronteren en te spiegelen. En dan gaan we dat met z'n allen voor elkaar krijgen in een sneller tempo dan we nu doen. Dat zou echt, denk ik, een heel goed ding zijn voor deze stad. Want we hebben echt nog wel heel veel met elkaar te doen. Maar dan is er dus niet een doel waar we u straks op kunnen afrekenen?
Nou, volgens mij heb ik net heel veel dingen gezegd. Ja, waar ik verantwoording over ga afleggen. En ik vind dat, jij mag mij afrekenen, ik leg verantwoording af. En dat gaat over, heb je dat onderwijs in beweging gebracht? Heb je echt het Amsterdamse onderwijs in staat gesteld om het beste onderwijs te geven wat zij zeggen te kunnen doen aan leerlingen? En welke rol heb je daar dan in gespeeld? En dan is mijn rol een andere. Ik sta niet voor die klas zelf. En ik heb groot respect voor leraren die dat wel zijn, want dat is echt super zwaar. Maar ik wil wel met die leerkrachten, met schoolleiders. We spreken straks iemand uit Noord, met wie ik ook recent een gesprek heb. En iemand van een plan van focusscholen. Om te kijken, wat heb je dan nodig om dat zo te doen? En waarom is dat het dan? Is het extra geld? Of is het dat we iets anders moeten organiseren? Waar loop je tegenaan? Is dat gemeenteregels? Is het landelijke regels? En dat klinkt misschien minder sexy of spannend. Maar ik denk dat we daar echt hele grote stappen mee kunnen zetten in Amsterdam. Okay. Door echt met professionals zelf in gesprek te gaan. Wat heb je nodig? Ik klets heel veel, hè? Dat is een politicus. Ik wil je lekker onderbreken, maar ja, dat lukt niet. Dat is ook een strategie. Ja, een grapje. Ik weet het. weet je, waar ik aan moest denken. En jij hebt de maagdenhuisbezetting goed gevolgd, hè? En daar ging het hier over. Natuurlijk gingen daarna het publieke debat of de studenten van alles hadden kapot gemaakt en of dat een manier en of ze wel goede plannen en of ze dan mogen aanschuiven bij de raad van bestuur. Maar waar het eigenlijk om ging en wat zo interessant was, is dat op een gegeven moment heel veel hoogleraren zich aan gingen sluiten. En waarom was dat? Omdat zij wilden de macht over hun professie terug. En zij wilden dat klein binnen groot weer realiseren, ook bij de universiteit. Dat is heel interessant, want die beweging, daar is het VO en het PO en het MBO ook mee bezig. Ik vind het VO is daar al veel verder mee dan bijvoorbeeld de universiteit. Maar er zindert iets in het Nederlandse onderwijs. En ik denk dat de energie op een positieve manier benut zou moeten worden. We hebben dat gedaan met die challenge. En dat kunnen we met heel veel andere dingen ook gaan doen. Okay. Bijvoorbeeld door ook al die jongeren naar een hoger schoolniveau te krijgen die dat kunnen. Oké, okay. We gaan zo verder praten met inderdaad twee andere gasten. Mag ik Alex Bakker, van directeur van de Kinderboom, hier vragen en Herbert de Bruyne. Ga zitten. Er staat water. Alex, welkom. Directeur van de Kinderboom in Noord. Wat valt jij op uit wat de wethouder hier vertelt? Nou, ik moet zeggen dat ik heel blij word eigenlijk van de zaken die ze benoemt op dit moment. Wij zijn al eerder in gesprek geweest over het onderwijs, met name van basisscholen in focuswijken. Dat zijn zeg maar de wijken in Amsterdam waar de onderwijs van de kansen niet zomaar, of de kansen voor de kinderen niet zomaar op straat liggen, waar wat extra moet gebeuren. Hè, vanuit het onderwijs, maar dus ook vanuit het stadsbestuur. En de wethouder die erkent ook dat dat een problematiek is. En we zijn erover in gesprek hoe we daar mee om kunnen gaan. Dat vind ik mooi. Dan ga ik gelijk even ergens zitten dat ik denk van daar wringt het toch een beetje. Ik hoor de wethouder ook heel fijn zeggen, het moet van onderaf komen. Daar in het onderwijs, daar zitten de mensen, de leerkrachten, die hebben daar verstand van. Die weten waar ze over praten. En die kunnen ook het beste aangeven wat de kansen van die kinderen vergroten. Dat is ook graag zoals wij het zouden willen zien. Het gevaar zit erin, en jij duwt er ook een beetje naartoe, zo van, moet er niet afgesproken worden, dit en dit moet er bereikt worden. En dan ga je krijgen dat de ambtenaren, of het ambtenarenapparaat, eigenlijk gaat voorschrijven wat er gedaan moet worden. Dus ik vind het heel fijn om te horen dat de wethouder zegt, nee, laat het nou van onderaf komen en laat het nou daar gebeuren. En geef ze zeggenschap, want zij weten het beste wat er moet gebeuren. Dus dat ondersteun je eigenlijk, daar ben je blij mee. Van harte. Je hebt in ieder geval één fan. Herbert de Bruyne, directeur van openbaar onderwijs aan de Amstel en voorzitter van het BBO. Na de kwaliteitsaanpak basisonderwijs, die heel erg bovenop het basisonderwijs zat van wethouder Ascher, wordt dus nu weer teruggegeven aan de scholen, aan de leerkrachten, de zeggenschap over het onderwijs. Zijn de basisscholen in Amsterdam daar klaar voor? Ja, dat denk ik wel. En ik denk zeker na 5, 6 jaar geïntensiveerde aandacht,
Kijk, ik zie het verschil niet zo heel erg. Er is een enorme behoefte om het verschil constant te benadrukken. En volgens mij heeft Simone dat ook al goed beschreven. Er is een traditie van jaren her waarin er geïntensiveerd aandacht is. Niet alleen in woorden, maar ook in middelen vanuit de gemeente Amsterdam. Dat is redelijk uniek. En ook in deze omvang. Dat is al van jaren her. Hè? Nou, vervolgens constateer je, als je naar het perspectief van de laatste jaren kijkt. Zeker de laatste 6 jaar. Inderdaad, een immens aantal zwakke scholen. En het meest interessante is denk ik wel dat je in ieder geval moet vaststellen. En ik was deze zomer 25 jaar werkzaam met Amsterdams onderwijs. Dat eerlijk gezegd van alle interventies in de afgelopen 25 jaar, en ik hoef ze niet allemaal te noemen, er zijn genoeg mensen in de zaal die kennen, zijn KBA, hè, om het toch maar even te noemen, en een stukje opvolgen van KPO, dat was zeg maar een iets andere variant, en het aanvragen van lerarenbussen, eigenlijk zijn dat de eerste twee die heel erg dichtkomen bij de rol van de leerkracht. Want ja, KBA ging daar wel degelijk over. Dat is de kwaliteitsaanpak. Het ging over de leerkracht. En nu ook in de vervolgaanpak gaat het over de rol van de leerkracht. Dus zo groot is dat verschil niet. En ik denk ook daadwerkelijk dat leerkrachten bij uitstek de partij zijn. Die kunnen zeggen, ja, A, is er misschien in een aantal scholen intensief gekeken naar die rol. Hoe doe ik het? Hoe kan ik het beter doen? En vervolgens zeg je, oké, nou, en dat brengt mij bij het volgende punt. Wat ga ik aanvullend nu leren? En ja, ik ben daar misschien in het begin best wel eens een beetje afwachtend in geweest als bestuurder. Want ja... Voor de plannen van wethouder Koekenaar. Ja, omdat je ook soms als bestuurder wil denken, ja, maar wacht even, hoe verhoudt dat dan tot het geheel? En als ik nu naar die aanvragen kijk, dan zeg ik, ja, volgens mij is het belangrijkste element wat we met elkaar eraan toegevoegd hebben, is dat er een soort samenhang is, dus waar staat die school? Wat was je scepticis dan? Nou, dat je ook wel kijkt van, goh, gaat dat op die manier zo lopen? En dat was ik misschien best wat sceptisch in, niet dat ik tegen lerarenbeurs ben, absoluut niet, want ik vind het uiteindelijk in lijn liggen met de verbeterpak. Dus het verschil is echt niet zo groot. Het ging over de leerkracht, ook bij KBA. En waar het mij om gaat is, de kracht zit erin. En ik zou dus wel iets meer willen kijken. Niet naar de afrekening, want dat vind ik niet. Maar ik vind wel, wat levert het straks op? Dat vind ik wel van belang. Hè. Levert het uiteindelijk ook dat ook op dat die leerkracht kan zeggen, ja, dit heb ik gedaan en het heeft mij dit opgeleverd. Heb je het dan over doelen? Ja, heb je het over doelen. En mensen hebben het ook beschreven. Want ik heb daar een hoop van gezien. Dat ziet er goed uit. Mensen die zeggen, dat wil ik leren. Zowel in groepsverband, individueel. Dus ik denk wel dat dat uiteindelijk echt in elkaars verlengde ligt. En het verschil niet zo groot is. Vind je dat jammer om te horen, wethouder Koekenaar? Nee, dat het verschil niet zo groot is. Want dat was natuurlijk wel... Ja, maar dat, kijk, in verkiezingstijd was dat belangrijk. Maar misschien is dat nog steeds wel belangrijk als wethouder die een eigen stempel op het onderwijsbeleid wil drukken. Nee, ik heb niks tegen KBA. Maar wat... Oké, okay. KBA was een kwaliteitsprogramma die het vorige college heeft geïntroduceerd om scholen te verbeteren. En het werkte dat een school werd geïnspecteerd door wat onafhankelijke experts. Er werd een kaart gebracht waar moet je op verbeteren en dan werd er per school een programma gemaakt om daar te werken. En dat heeft voor heel veel scholen heel veel opgeleverd. Ja, en met de huidige, 44 zwakke scholen. Ja, en met de huidige scholenbeurs kan je ook dat specifieke programma aanvragen. Als jij zegt, nee, maar dat programma is wat mijn school nodig heeft. Wat wij alleen als dit college wilden doen, is eigenlijk zeggen, ja, we willen niet dat elke school in Amsterdam zich verbetert, dat doet met dit programma. En dat hebben wij bedacht van de gemeente Amsterdam, met deze mensen. Wij willen graag dat scholen zelf nadenken of het dat programma moet zijn. Dat kan. Er zijn ook scholen die KBA-achtige programma's hebben aangevraagd. Maar het kan ook iets anders zijn. Dus wij wilden die ruimte en daarmee ook de zeggenschap over je eigen kwaliteitsontwikkeling wilden wij weer terug, weer dichter bij de scholen. Want de kritiek was dat er te veel bemoeienis was van de gemeente en dat er te veel adviseurs van buiten kwamen. Zoals ik het heb begrepen bij de KBA. Ja, onder andere. En ik denk dat het belangrijk is om eigenlijk, en ook wel zo zuiver in de rol, dat je dat soort dingen veel meer bij het onderwijs zelf laat. Maar jij vindt het niet jammer dat het eigenlijk, zoals Herbert de Bruyne en Alice Bakker zeggen, best op elkaar lijkt? Nee, ik zeg niet dat het op elkaar lijkt. Ik zeg dat het in elkaars verlengde ligt. En dat is volgens mij een belangrijk verschil. En ja, ik denk dat je met elkaar
sowieso of je nou zo'n kwaliteitstraject hebt gedaan in de afgelopen 6 jaar of niet. Er is sowieso een heel andere modus ontstaan, en dat heb jij net ook al beschreven, waarin leerkrachten in toenemende mate denken van, goh, maar moeten we misschien wel dat of moeten we met dat. En dat is echt een andere beweging, en daar past dit bij. En of het nou vanuit die kwaliteitsaanpak is geweest, wat de landelijke tendens is, je ziet het op veel meer plekken, bewustwording van waar zijn we bezig, wat is eigenlijk het resultaat van ons werken hier precies. Mm-hmm. Het is ook veel makkelijker om tegenwoordig even snel te kijken, goh, hoe doet deze klas het eigenlijk? Dat hadden we vroeger heel kaartenbakken en ingewikkelde systemen voor. Tegenwoordig kun je heel makkelijk data-analyses maken, en het gaat mij niet om de analyse. Die stopten we vroeger nog eens in boekjes, en dat vonden we allemaal heel belangrijk misschien wel. Dat was ook allemaal beginfase van Leerling Vol Systeem. Het gaat er nu om, ik zie iets, en dat heb jij in jouw klas niet. Hoe kan dat nou? Daar gaat het over. En dat is volgens mij ook de professionele houding van leerkrachten. En die zie ik veranderd zijn in de afgelopen jaren. En Alex Bakker, eigenlijk een ander onderwerp, maar het ligt in het verlengde. De Kinderboom is een goede school nu. De onderwijsinspectie is heel tevreden. Maar jij loopt tegen andere, ook volgens mij best wel prangende problemen aan. Dat het een zwarte school is in een gemengde wijk. Ik weet dat jij niet van het woord een zwarte school houdt, maar ik benoem het maar wel even zo. Is dat niet ook een onderwerp wat echt hoog op de agenda zou moeten komen staan? Nou ja, kijk, daar gebeurt natuurlijk ook het nodige in, dat de aanmeldingen zijn veranderd. Mijn school die staat in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Er is van oudsher, zeg maar, sociaal-economisch de lagere klasse die daar volgt en huist en ook naar school gaat. Langzamerhand zie je daar nieuwe bewoners in die wijk komen, die huisjes kopen, en dat is dan nog betaalbaar voor starters. Ik zou die graag willen ontvangen bij mij op school. Ik wil ook graag een ouderinitiatief bij mij op school om dat vorm te geven. Ik zie helaas alleen de bakfietsen, zeg maar, mijn school aan alle kanten voorbij fietsen en vooralsnog de andere kant op gaan. En waar gaan ze dan naartoe? Nou ja, dat zijn toch de scholen waar zeg maar ons soort mensen, hè, de OSM's allemaal zitten. En daar zijn we naar op zoek. En terecht hoor, want ik bedoel, ik spreek daar ook niet een waardeoordeel van. Waarom zeg je terecht? Nou, het is toch een buurtschool in een gemengde wijk? Dan zou je willen dat het een gemengde school is. Ja, maar kijk, ik denk ook dat zo'n ouderinitiatief, dat kan je ook niet verwachten van iemand dat hij daar in zijn eentje of met z'n tweeën komt om die school daar vorm te geven. Kun je beschrijven wat een ouderinitiatief is? Nou, een ouderinitiatief is een aantal ouders die vanuit toch een andere groep komen en jouw school eigenlijk toch ook een andere richting opduwen. Ik heb, zeg maar, vanuit ook het KBA en de opbrengsten die we moeten brengen, hebben we heel veel aandacht en tijd besteed aan taal en rekenen. En dat moest allemaal goede opbrengsten worden. Dat gaat wat mij betreft ook ten koste van een brede ontwikkeling van kinderen, die ik alle kinderen gun. Je hoort het hem zeggen, hij wil graag architect in Frankrijk worden, dan moet je iets anders voor leren dan alleen maar taal en rekenen. Dus ik wil dat graag steunen, en ik weet ook dat de ouders die graag naar mijn school zouden toekomen, want die willen best in hun buurt naar school, daar graag ook alle ruimte voor vinden. Maar dat vraagt dat ze met een grotere groep komen om die school te helpen veranderen eigenlijk. En jij trekt er hard aan. Je hebt zelfs een plan om cappuccino te gaan uitdelen op het fietspad, om maar die witte ouders binnen te lokken. Maar heb je niet wat meer steun nodig vanuit de gemeente? Nou ja, kijk, de overheid heeft het wat dat betreft ook geprobeerd, denk ik, door te zeggen in ieder geval, iedere ouder die mag tot 8 scholen in zijn omgeving, moet hij een keuze uitmaken. Dat is het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid? Dat is het nieuwe toelatingsbeleid, ja. Wat eigenlijk sinds een jaar of zo ook ongeveer, dat de wethoudster begon, is dat ook ongeveer gestart. Nou, dus ja, iedere ouder mag 8 scholen binnen een gebied, ja, van een straal van zo. En dan in de 8 dichtstbijzijnde scholen binnen die straal, daar mag je aanmelden met voorrang. Nou, dat brengt een andere tendens mee. Ik zie, daar komt we misschien later ook over te spreken, er zijn nieuwe wegen gevonden, desnoods een pontje ergens heen, om dan toch weer bij andere scholen terecht te komen. Dus de segregatie zet door, en daar hebben we wel hulp bij nodig om te proberen meer scholen in die buurten ook gemengd te maken. Want dat is ook goed voor iedereen. We leven met z'n allen gemengd in Amsterdam, en dat moeten die scholen dus ook zijn. En wethouder, waarom wordt daar niets over gezegd in de onderwijsagenda? Weet je wat ik daarvan vind? Ik vind op het moment dat een wijk gemengd is en een school niet, is dat gemiste kans. Want het is gewoon leuk en bijzonder en nuttig
om elkaar tegen te komen. Maar, gemiste maar hier is niet. Iets gewoon voor kinderen in Amsterdam. Als je opgroeit in zo'n gemengde stad, is het toch zonde dat je bij wijze van spreken je tot je 18e niet iemand weet ik veel, van een andere culturele achtergrond achterkwam. Maar hier is iets heel anders aan de hand. Dit gaat niet. Kijk, dat plaatsingssysteem, dat gaat over het, als er schaarste is, hoe gaan we dan op een eerlijke manier kinderen in of uitloten. Dit probleem gaat ook niet, gaan we cappuccino schenken op een koffie op het fietspad. Dat is echt onzin. Dit gaat over, zijn we in staat om een school neer te zetten die aantrekkelijk is voor alle type ouders. Want jij zei het net al heel goed, ik heb daar namelijk naar gevraagd. Op het moment dat een school bijvoorbeeld zich heel erg specialiseert in lezen en taal. Omdat ze weten, we hebben kinderen in huis, die hebben hier een extra handje bij nodig. Want die krijgen dat thuis niet automatisch in. Dan zijn er ook groepen ouders die zeggen, maar dat vind ik voor mijn kind niet interessant. Want die taal, dat zit wel goed. Ik wil iets anders. Er zijn ouders die komen uit een hele traditionele onderwijsomgeving of onderwijsachtergrond zelf, die vinden iets als Montessori of Dalton onderwijs, vinden ze maar wat vrij klinken alsof er totaal geen regels gelden. Dat moeten wij niet voor onze kinderen. Die hebben een wat conservatiever of wat orthodoxere wens voor hoe het onderwijs eruit ziet. Er zijn ook grote groepen ouders. Maar ligt daar niet toch een taak van de wethouder? Waar het dus over gaat? Het gaat over, ben je als onderwijs in staat om te differentiëren? Maar Bart, dat doet Alex Bakker. En dat is allemaal wetenschappelijke, technische kanten aan zijn school tegenwoordig. Het is best wel breed. Ik ben een paar keer op bezoek geweest. Ik ben er ook op bezoek geweest. En ik denk, de kernvraag is, ben je in staat om echt te differentiëren op een school? En dat is het allermoeilijkste en allerzwaarste wat is. Maar eigenlijk, hij doet het nog niet goed. En als u vraagt, wat doe je daaraan als de gemeente Amsterdam? Dat is om ouders in staat te stellen, of om leraren in scholen in staat te stellen om dat veel meer te doen. Want het gaat er niet over dat ik vanuit het stadhuis kinderen ga herverdelen zodat elke school netjes gemengd is. Dat is echt een veel dieper probleem. En als we het hebben over diversiteit, dan vind ik het echt veel te smal als we dat puur en alleen ophangen aan wie gaat er naar welke school. Dan moet je het hebben over wat bieden we dan op zo'n school en wat gebeurt er met die kinderen. Die begon al aan een zin. Nou, daar heb ik met de wethouder natuurlijk regelmatig contact over. Kijk, ik denk wel dat die dingen, diversiteit en toelatingsbeleid, hoe je het ook bent of verkeerd, hebben met elkaar gewoon te maken. Je kunt het wel zeggen, ja, dat zijn twee dingen. Het ene gaat over leerlingstroom, het andere gaat over diversiteit in zo'n school. Ja, zo is het nou eenmaal. En zodra je aan knoppen gaat draaien, en dat zijn we met elkaar aan het doen, want we zijn systemen gaan bedenken om die verdeling zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij de wens van ouders te krijgen. Dat is het uitgangspunt. Het is nu een computer die het indeelt. Ja, het is een computer, maar het is de vrije keuze staat er voorop. Maar daarbinnen is het natuurlijk wel degelijk ook een roepje van, op het moment dat je zegt van ja, maar als je maar genoeg aanbiedt wat kinderen op verschillende niveaus nodig hebben, dan komt het misschien vanzelf wel goed. Dat vind ik iets te simplistisch. Dat is niet zo. Wij weten gewoon dat een aantal scholen, ook al zijn ze knetterhard bezig, dan nog steeds, en ze trekken alles uit de kast, we investeren erin, dan is het nog niet zomaar gelukt. Dus dat vergt wel meer. En soms moet je ook met elkaar kijken van, is het op deze plek nog haalbaar? Of moet je de school plaatsen naar een andere plek? En je zult meer moeten doen dan alleen maar van, ik ga het beste onderwijs geven. Want dat zullen een aantal van die ouders, hoeveel PR je ook maakt, hoeveel koffie je ook schenkt op het fietspad, niet zo op die manier tot zich nemen. Dus dat is iets te simpel om te denken van, nou, als het maar goed is, komen ze vanzelf wel. Wat zou je dan moeten doen? Nou ja, ik denk dat je heel goed moet kijken van, hoe is zo'n buurt samengesteld? Is daar een verandering, heeft dat plaatsgevonden? Wonen daar nu andere mensen die andere vragen hebben? Past mijn onderwijs daar nog bij, wat ik nog aanbied? Is het in deze buurt eigenlijk wel nodig, 4 scholen? Nou, dat vereist nogal wat. Er zijn veel meer schakels die dan in elkaar gaan draaien. Dan zou men zeggen, het onderwijs, als het goed is, komen ze vanzelf wel. Maar besturen ja, maar ik vind dit wel een beetje kort door de bocht. Kijk, dat goede onderwijs, dat is op akkoord. De brede ontwikkeling probeer ik aan te bieden. Dus ik probeer daarin uit te breiden. Dus dat concept verander ik al. Dus ik zie dat de ouders die daar nieuw in de buurt komen, dat ook gaan doen. En dan toch nog blijven ze mijn school voorbij fietsen. En daar is dus meer voor nodig. En dan kijk ik misschien ook wel naar de wethouder om te helpen om dat soort ouderinitiatieven beter mogelijk te maken. Want het is toch zonde als zo'n wijk als Volenwijk of de Vogelbuurt, dat daar uiteindelijk geen school meer overblijft. Omdat dat alleen maar kleine zwarte schooltjes worden wat helemaal wegschrompelt. Maar wat zou je dan specifiek willen vragen aan die wethouder? Ze zitten er toch?
Daar zijn geen simpele oplossingen voor. Dus ik kan ook geen simpele oplossing verzinnen nu. Maar het gesprek erover blijven aangaan van hoe kunnen we dit oplossen en hoe krijgen we wel de goede scholen op de goede plekken. Maar mag ik een maatregel nemen waarvan ik denk dat die vele malen hopelijk effectiever gaat zijn dan een aantal andere dingen. En dan plaatsingsbeleid, wat echt een ingewikkeld onderwerp is. Want je kan plaatsingsbeleid bedenken wat voor de ene school gemengd zal werken, maar een andere school net zo hard segregeert. En je moet je ook voorstellen dat elke voorrangsregel voor de ander een obstakel ook weer voor iemand betekent. Dus dat is ingewikkelde materie. Ook om scholen bijvoorbeeld gemengd te houden. Dat is ook ingewikkeld. Er zijn ook ouders die daar zich heel oncomfortabel in voelen en ook weer weggaan bij zo'n school. Ik vind dat wij bijvoorbeeld moeten gaan kijken. Kinderen beginnen als peuters eigenlijk al gesegregeerd. Omdat wij een systeem voor peuters hebben bedacht. Wat helemaal niet gaat over de ontwikkeling van een kind. Maar dat gaat over hoe het gaat met de ouders. Namelijk als je alle twee werkt, dan mag je naar de kinderopvang. En als je een taalachterstand of iets hebt, dan mag je naar VVE. Daartussen zit niks. En daar hebben we aparte groepen voorschool. Kortom, vanaf 2 jaar zijn we al behoorlijk segregerend bezig. Wat ik zou willen, is dat we in Amsterdam gewoon alle peuters een mooie voorziening hebben. Dat ze elkaar daar gaan tegenkomen. Dat ouders daarin meegroeien. En dat je dan op die manier, door ze goed te verbinden aan basisscholen, ook een vanzelfsprekend mee kan groeien naar bijvoorbeeld een gemengde school in een gemengde wijk. Maar spreekt de wethouder zich dan uit voor het behoud van de koppeling tussen peuterspeelzalen en basisscholen? Want dat is een harde afspraak die we hadden. Die is een beetje vervlogen in de loop der jaren. Sommige scholen hebben gezegd, nou, peuterspeelzalen hoef ik niet meer. Dat was wel een afspraak. En ik sta dat punt wel nog wel een beetje af te wachten van, goh, wat is dan het beleid op dat punt? Ik ben het zeker met je eens, maar dan moet je dat punt ook hard blijven maken. Ja, vind ik ook. We zeggen van, we hadden die afspraak. Elke school heeft op dat punt ook een VVE. En ik zie nu scholen die laten dat via de zijde wegglijden. Ja, dan krijg je dus die segregatie. En ik vind dat daar politiek zich ook duidelijk vooruit moet spreken. Want we hebben afspraken over. Gaat de politiek dat doen? Daar nou, ik vind dat ook. Ik heb, je weet misschien dat ik hiervoor bestuurder was in Zuid. En met name daar waren scholen die vonden het helemaal niet interessant om een voorschool aan zich te koppelen. Die zeiden, ja, dat soort kinderen kennen we eigenlijk helemaal niet hier. Wat overigens onzin is. En daar hebben we. Zo wordt over gesproken, dat soort kinderen? Kinderen met achterstanden. Dat wordt. Nee, dat, ik weet niet. Dat zouden die scholen tekort doen. Dat is mijn tekst in een debatje zoals dit. Maar daar heb ik bijvoorbeeld met al die scholen uiteindelijk een vorm gevonden. Vonden ze niet allemaal even leuk. Om daar wel aan te gaan staan. Nou, dat is spannend. En Herbert weet, dat waren niet altijd gesprekken die even makkelijk waren. Daar hebben we ook best wel veel energie in gestoken. Maar ik geloof echt dat als je aan de voorkant gewoon vanaf 2 jaar iedereen het recht geeft om met elkaar op te groeien en die ontwikkeling door te maken als peuter, dat je daar een veel grotere dienst mee bewijst aan het gemengde Amsterdamse. Goed, je stelt een duidelijk punt op dat punt. Dat was de afspraak, iedereen is daar aan gekoppeld en daarmee is die instroom ook op een manier iets meer gemaleerd. Dat is denk ik belangrijk. Dat vind ik belangrijk. Tweede is volgens mij ook, en dat is ook een vraag aan de wethouder wel, van kijk op het moment, want dat punt waar jij mee komt, ik heb de oplossing niet zomaar, ik loop 25 jaar rond. En natuurlijk hebben we sommige dingen niet goed in de hand op de leerlingstromen. Wat we wel weten is, als je in toenemende mate roept, populaire scholen mogen ze gewoon uitbreiden. Hè, en dat heb ik de afgelopen jaren best vaak in de politiek gehoord. Ja, ik heb een bestuurlijke groep met nogal wat scholen die groot zijn. En die zijn ook heel groot. En die gaan morgen. Zijn scholen in het centrum en zo. En die gaan morgen echt niet allemaal meer massaal uitbreiden. Want de grenzen zijn wel een beetje bereikt. En als we met elkaar blijven roepen. Ja, het kan gewoon groter. En de ouder heeft daarin de vrije keus. Wat ik ondersteun. Maar dat betekent niet dat ik al die scholen maar domweg kan uitbreiden. Want daar zit een grens aan. En dat is ook een beetje mijn vraag vooral aan de wethouder. Ja, als we dat blijven roepen. Dan gaat het in ieder geval voor een deel van die andere scholen ook niet zo goed lekker lopen. En daar komt nog bij. Het uitbreiden, dat betekent niet dat ik een BRIN-nummer krijg. Daar gaan we het in de tweede ronde over hebben. BRIN-nummer is een nieuwe school. Van een school. En dat zal de vrije school in alleszins weten. He, kan je zo 5 scholen en centrum hier aanwijzen. Die krijgen geen BRIN-nummer. Ook al zouden we morgen 200 kinderen erbij kunnen plaatsen. Ja. Dus dat is wel een barrière waar ik tegen oploop. En dan roep je als politiek, dan moeten we daar gaan uitbreiden. En je doet het zelf als wethouder veel genuanceerder dan partijgenoten, coalitiepartijen. Van dan breiden we maar uit. Maar dat is in de praktijk heel vaak niet mogelijk. En daar heb ik ook last van. Als de wethouder dat heel hard roept, daar heb ik last van. Want dan mag iedereen ongebreideld naar die scholen toe waar ze toch al met z'n allen naartoe willen.
En heel veel ouders zeggen van, we hebben hier al 560 kinderen. Dus misschien is het wel een klein beetje vol. Vol in de goede zin van het woord dan, hè? Letterlijk figuurlijk met klasse 3, 34 kinderen. Dan zeg je van, er is een grens bereikt in de beheersbaarheid. En doen we nog eens een nevenvestiging, nog eens een dependance. Dus daar moeten we wel een soort realistisch perspectief over blijven, of standpunt over uit blijven dragen. En dat, ik mis dat soms wel. Maar moeten er niet af en toe ook gewoon scholen gesloten worden, die te hard krimpen? Er zijn best wel wat krimpende scholen. Dat zou je moeten doen. Ik ben de laatste die zegt dat je dat niet moet doen. Ik bedoel, voor mij was ik een van de eerste besturen die de halve media overheen kreeg toen ik ooit de parel ging sluiten. Het was niet eens een zwakke school meer op dat moment. Maar we zeiden wel, dit is niet houdbaar meer voor de toekomst. Dus we hebben de school gesloten. Er was toen het stadsdeelbestuur toen nog, want die waren daar nog wel. Ja, maar kan het niet nog wat langer zijn? Nee, ik vind niet verantwoord meer. En dat heeft veel gevolgen, hoor. Je moet kinderen herverdelen, maar je moet soms die keuze maken. En er komen nu dus, zoals beloofd, 4 nieuwe scholen, sowieso. Wat vind je van dat plan? Nou ja, mag ik nog reageren op waar je het net over had? Want werd mij wat gevraagd over die uitbreiding, over dat ongebreideld uitbreiden. Nou, dat is helemaal niet het geval. Natuurlijk kan dat niet. Kan fysiek niet eens. Kan niet gewoon 8 een flatgebouw neerzetten midden aan de gracht of in de pijp. Waar het om gaat is dat je goed kijkt, waar is nou de behoefte van ouders? En klopt dat nog met het aanbod wat we hebben in een wijk? Daar moet je gewoon naar luisteren. En dan zie je bijvoorbeeld dat bepaalde, nou, de vrije school is een voorbeeld, maar we zien het met meerdere concepten, daar is meer behoefte aan dan in sommige wijken. En dan moet je daar een antwoord op formuleren. En dat doe je echt niet van vandaag op morgen. Je doet niet na 1 plaatsingsronde dat je eens even denkt, nou, dan sluiten we die, openen die. Dan kijk je echt een tijdje. En je kijkt echt, heeft een school nou, hoe heeft een school nou gewerkt aan, en heeft dat geholpen? Wat ik interessant vind aan deze discussie is dat de vraag over gemengde scholen, dat is altijd, wordt een ding en wordt interessant op het moment dat het bijvoorbeeld niet zo goed gaat met een school. Het is nooit een probleem op het moment dat een witte school in een gemengde wijk heel populair is, dat het schoolbestuur van die witte school zegt, het is wel een probleem met deze school, we vinden hem toch eigenlijk te wit en hoe worden we nou gemengder? Nou, dat zou het wel bijna moeten zijn, toch? Maar dat is interessant, hè? Dat is dus de dynamiek waar we mee te maken hebben. En dat is waar, vind ik, van dan de discussie ook moet overgaan. Nee, bewaar alsjeblieft je vragen tot het einde. Heel erg aanstootgevend. Dan geloof ik dat er ruimte is voor vragen. Ja. Ik wil toch nog even tot slot, want daarna gaan we verder met de column van Pieter Bas van Wiegen, van Herbert Bruyne horen wat je vindt van het stichten van de nieuwe scholen. Met misschien als consequentie dat een kleinere school als de Kinderboom, ik chargeer maar even, moet sluiten bijvoorbeeld. Ik heb absoluut geen moeite met het stichten van nieuwe scholen. Wel nee. Ik bedoel, ik denk dat zo zit het bestel in elkaar. Hè? Dat is de vrije schoolkeuze. Ook zoals de wet samenstelt. Het enige waar ik volgens mij mijn vragen over zal blijven stellen. Ook in de komende periode. En ik zal al die initiatieven, en ik ken er gelukkig een heleboel, want die waren al lang bekend voordat ze überhaupt in een challenge zaten. Dus kennen we die daarvoor een deel ook al. Belangrijk is wel dat je heel goed wel aan verwachtingmanagement doet. Van wat betekent dit nou straks? Betekent dit nou gewoon feitelijk 4 nieuwe gebouwen, 4 nieuwe scholen? En dat vind ik wel een beetje een spannende. Want ik loop daar zelf in ieder geval tegen heel veel barrières aan. Met nevenvestigingen met 560 kinderen op, noem maar een school als de Kleine Reus. En denk, nou, dat zou toch ondertussen wel eens een eigen school mogen zijn. Maar het is nog steeds een dependance van een andere school. Dat is wel bijzonder. En daar lopen we als besturen tegen bestaande regels aan. Dus ik, nogmaals, ik ben erg voor de initiatieven en we gaan ze ook allemaal beluisteren. Want ze zullen mogelijk op best een weg moeten vinden in de bestaande scholen. Maar laten we wel realistisch blijven op dit punt. Okay. Misschien dat de wethouder meer invloed heeft in Den Haag dan wij. Dat zou al een hele uitdaging zijn. Ik hoop het eigenlijk. Ja, ik hoop het ook. Ja. Ja. Ik dank jullie hartelijk. Ik begrijp dat er nog lang niet alles is gezegd. Maar ik dank jullie hartelijk voor dit panelgesprek. We gaan nu luisteren naar een vader die een school zocht voor zijn zoontje. Pieter Bas van Wiegen, journalist. Dank je. Ja, ja. Bijna 4. Het duurde een eeuwigheid, maar nu is het dan zover. De basisschool komt in zicht. Zoon Lief krijgt antwoord op zijn trappelende gezeur over de grote school. En wij worden als ouders eindelijk een beetje verlost van die bodemloze put die de kinderopvang heet. Sinds ik vader ben, zie ik ze overal. Basisscholen. Ik rij er graag zo langzaam mogelijk langs en tuur door de ramen en over het plein. Hoe is de sfeer? Wat voor kinderen zitten erop? Hoe lijken de leraren te zijn? En tenslotte de hamvraag, zie ik mijzelf hier 8 tot 10 jaar heen fietsen? Het is lastig in de Indische buurt een passende school te vinden. En toch wil ik mijn kind graag in de buurt op school doen. Gelukkig is dat ook het doel van het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid.
Niet meer de postcode, maar de werkelijke loopafstand tot je huis is vanaf nu bepalend. Maar de vrije keuze van onderwijs wordt hier wel wat beknot. Er zijn maar 8 scholen waarop je voorrang krijgt. Ik besluit op 11 scholen toch te gaan. En ik kies daarvoor een straal van 2 kilometer om mijn huis. De eerste stop is logisch. Bijna alle vriendjes van de crash en uit de straat gaan naar de 8e Montessori. En ik moet zeggen, ik loop enigszins gespannen die school binnen. Ik ben namelijk als de dood dat mijn kind hier op een kleedje hopeloos gaat doen waar het zelf zin in heeft, zonder iets te leren. Maar dat waren de jaren 80, verzekert de directrice. Wij zijn een moderne school met een leerlingvolgsysteem. Een beetje gerustgesteld zie ik mijn zoon er al rondrennen. Maar als ik thuis kom en mijn adres invoer in de nieuwe schoolwijzer, is die onverbiddelijk. Wij hebben geen voorrang meer op deze school. En dat is vreemd, want deze school voelt voor ons als buurtschool bij uitstek. Maar hij ligt wel net te ver weg. Ik bel met de BBO. Maar je kunt je er wel gewoon inschrijven, zegt Hetty Liefdink, projectleider stedelijk toelatingsbeleid aan de telefoon. Maar je moet je wel realiseren dat als je een populaire school zonder voorrang op de eerste plaats zet, dat je dan door loting buiten de boot kan vallen. Een paar dagen later zit ik met overbuurvrouw Talita Steinman aan de keukentafel voor crisisoverleg. Ook zij baalt ervan dat de 8e Montessori nu een lastig verhaal is geworden. Maar zij vindt het ronduit onbegrijpelijk dat er helemaal geen Montessori op onze lijst staat. Vreemd, want binnen een straal van 2 kilometer om ons huis liggen er maar liefst 2, zegt Steinman. In het nieuwe systeem kunnen enkele meters het verschil blijkbaar maken. En waarom mag iedereen, of waarom krijgt iedereen wel de garantie voor een christelijke of openbare school, maar wordt er niet gekeken naar onderwijsmethodes in de meest seculiere stad van ter wereld? Liefdink geeft toe dat dit een puntje voor evaluatie is. Onder hoogopgeleide ouders zijn methodescholen zoals Montessori, Dalton en de Vrije School heel populair. Maar nu heeft 80% van de Amsterdammers volgens haar daar voorrang en daar zouden we in de toekomst 100 van kunnen maken, 100%. Steinman, mijn overbuurvrouw, ontdekt gelukkig een fout in onze selectie. 1 school in de buurt staat een onrechte 2 keer op de lijst. En na 2 weken bellen en mailen later hebben wij ook recht op een Montessori. Niet de 8e, maar de 5e in de Watergraafsmeer. Op naar het chique stadsdeel dat ze ongeveer aan het einde van onze straat begint. De Watergraafsmeer was tot voor kort een onneembare onderwijsstelling achter een hoge, onzichtbare muur. Wij inwoners van de Indische buurt voelden ons net ossies in de DDR. Door het nieuwe beleid is de muur echter gevallen en mogen wij ook rondneuzen op scholen in dit stadsdeel van de ruime huizen en de glimmende auto's. De 5e Montessori heeft een ronduit prachtig gebouw. En de directrice neemt nog wat meer van mijn twijfel over Montessori weg. De school vertelt zelf trots dat zij een van de meeste mannelijke leraren van de buurt hebben. Alleen, ik kijk rond en de kindertjes zijn mij wel erg wit. En dat voelt voor mij, inwoner van de Indische buurt, toch een beetje vreemd. Maar het probleem bij de 6 scholen het dichtste bij mijn eigen huis is dat ik mij daar, als hoogopgeleide ouder met zo'n ellendige bakfiets, toch niet bij het schoolplein zie staan. En de reden is simpel, ze zijn niet tot nauwelijks echt gemengd. Zonder twijfel zijn de leraren daar koningen in het wegwerken van taalachterstand, maar dat is niet wat mijn kinderen nodig hebben. En bovendien stuurden mijn ouders mij in de jaren 80 naar een vrije school. En dat heeft mij 3 jaar leerachterstand en een eindeloze reeks bijlessen opgeleverd. Experimenteren met onderwijs is niet echt wat voor mij in ieder geval. De meeste ouders die ik in de buurt spreek zijn allemaal een beetje ongelukkig met dat stedelijke toelatingsbeleid. Maar het is opvallend dat niemand echt verontwaardigd is. Ze benadrukken eerder dat het postcodebeleid hen wat beter uitkwam en dat ze er wat meer grip op hadden. En als ik weer bel met de BBO, zegt mevrouw Liefdink dat de oude situatie inderdaad erg ondoorzichtig was. Ouders schreven zich vaak op meerdere scholen in en iedereen had zijn eigen toelatingsbeleid. Er werd druk gelobbyd en er werd zelfs in sommige gevallen met geld geschoven voor een plekje op een school. Regelmatig was er voor mensen geen plek op een school om de hoek, omdat ze de verkeerde postcode hadden. En dat is nu voorbij. Het nieuwe systeem moet zorgen voor voldoende keuzevrijheid en een school in de buurt. En voor iedereen optimaal systeem, zegt zij ook, bestaat niet. Het voordeel voor de een blijft een nadeel voor de andere. Maar nog nooit was het zo eerlijk. Bij het avondeten discussiëren mijn vriendin Sophie en ik wat af. Mijn favoriete scholen in de buurt zijn uiteindelijk de Piet Hein en de 8e Montessori, omdat die nog een beetje gemengd zijn.
Maar op beide hebben we geen voorrang. En bovendien was het daar altijd een beetje dringen in het verleden. Dus om ze nou zomaar op één te gaan zetten, dat is ook wat riskant. Van de scholen waar we wel op een voorrangsbehandeling kunnen rekenen, zijn er maar twee die schoorvoetend door de ballotagecommissie komen. De vijfde Montessori met zijn roze populatie en de Frankendaal, een gemengde maar christelijke school waarvan de directeur tijdens ons eerste bezoek 2 uur lang over zichzelf praat. We komen er niet uit en raken hopeloos verstrikt tussen hart, reden en strategie. Hoeveel risico moeten we nemen? Uiteindelijk zetten we de vijfde Montessori op de eerste plaats, want als we die school op plek 2, 3, 4 of whatever doen, heeft dat helemaal geen zin, want in de eerste ronde raakt hij al vol. Op nummer 2 en 4 zetten we onze werkelijke keuzes, de achtste Montessori en de Piet Hein, en daartussen op plek 3, voor de zekerheid, die Frankendaalschool. Na een paar weken valt dan eindelijk een envelop op onze deurmat. We hebben een plek op de vijfde Montessori, onze eerste officiële voorkeur. Wel blijkt dat wij zo ongeveer de enige ouders zullen zijn die dagelijks onder het spoor van de Indische buurt naar de Watergraafsmeer zullen fietsen. De vijfde is ondanks het nieuwe beleid hartstikke wit gebleven. En dat voelt een beetje gek. Het begint nu echt te voelen alsof wij onze rug naar de eigen buurt keren. En ondertussen gaat mijn telefoon. Een eerdere versie van dit stuk heeft namelijk in het Parool gestaan en de directeuren van onze beide werkelijke voorkeuren zijn op de hoogte en bellen bijna paniekerig. We hebben nog wel een plek, zeggen ze. We kunnen dus naar de scholen van onze echte voorkeur. Ik bel bijna triomfantelijk naar de vijfde Montessori om iets te doen wat die school nog nooit heeft meegemaakt. Ik geef mijn felbegeerde plek terug en ik laat mijn vriendin kiezen tussen de achtste Montessori en de Piet Hein school. Het wordt uiteindelijk de achtste Montessori. Ik ben blij voor mijn zoon, maar toch ben ik heel chagrijnig, want de hele kwestie rond die voorrangsscholen heeft me veel te veel tijd gekost. Voor niets, want in onze buurt is helemaal niets veranderd. De meeste ouders doen wat hun soortgenoten in de wijk doen. De geblondeerde Watergraafsmeermoeders gaan naar hun witte scholen. De meeste hoofddoekjes staan bij de scholen in de Indische buurt. En wij gaan net als de rest van de buurt, die hogeropgeleide ouders, naar de enigszins gemengde Montessori, net over de grens op de oostelijke eilanden. Maar belangrijker nog is dat ik mij belemmerd voel in mijn keuze. Iets dat niet zou moeten in een land dat de vrijheid van onderwijs zo hoog in het vaandel heeft. Dus mijn advies is, gooi het open en laat iedere ouder zonder restricties een top 10 basisscholen inleveren. En ik verzeker u, de meeste ouders zullen in de buurt naar school gaan en er zullen verbluffend weinig klachten zijn. Dank u wel. Dankjewel. Dankjewel, Pieter Bas. Mag ik de laatste 3 van het panelgesprek uitnodigen? Lisa van der Winden. Je mag hier zitten. We gaan even husselen. Nicoline Vink. Of nee, laten we Simone in het midden en Nicoline daar. Welkom, Lisa van der Winden van Oudergroep Vrije Schoolkeuze, Schoolvrijheidkeuze, Keuzevrijheidsschool. Dat was hem. Ik moet ook altijd kijken. Ja, precies. Ja. Ja, ik had even het kaartje niet meer. Is dit herkenbaar, wat we net hebben gehoord van Pieter Bas van Wiegen? Jij hebt ook een school gezocht de afgelopen maanden voor je dochter. Heel erg. Ja? Het is bijna mijn verhaal. Ik woon in de Vogelbuurt in Noord. Bij Alex op de kinderboom is mijn buurman. Daar ben ik gaan kijken. Want in mijn rijtje 8 scholen zaten ook 6 scholen. Waarbij ik gelijk dacht, huh? Oh, ik weet het nog niet. Daar ben ik gaan. Nou, die zijn, zoals je het zelf zegt, vrij zwart. Ik noem het meer vrij gericht op taal en rekenen. Als basisvaardigheden, want dat vind ik de grootste belemmering vaak. Ik ben bij Alex gaan kijken omdat hij dat als enige van die scholen minder heeft. Gesprekken gevoerd ook nog om te gaan mengen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. En ik heb de andere 2 scholen in mijn rijtje vond ik niet bij mijn kinderen bij mijn dochter passen. Dus eigenlijk waren alle 8 scholen die in mijn voorrangsrijtje stonden niet geschikt voor mijn kind. Dus alle 8 scholen in jouw buurt, alles ja. Op loopafstand, was het niet geschikt? Ja. Ja. Dat krijg je in de Vogelbuurt is nog, je stelde het net, is een gemengde wijk, dat is nog wel mooi gezegd, zeg maar. Daar kan nog best wat gemenging verder in. Dus dan is het extra ingewikkeld om echt een groep te krijgen die daar. Waar gaat je dochter nu heen?
Het stadsdeel uit. Wij wonen vlakbij de Pont in Oost, dus wij gaan naar Zeeburg, naar de Achthoek. Werd altijd de witte vlucht genoemd, hè? Ja, ja, ik schaam me ook diep. Ja, serieus. Okay. Ja, mijn buurthart dat bloedt en die zegt ik wil heel graag naar Alex op de Kinderboom. Maar de lokroep van Alex was niet verleidelijk genoeg? Nu nog niet. Ik denk dat heel goed komt, maar we hebben heel erg ons best gedaan om andere ouders mee te krijgen. Ik had steeds een groepje wat dacht, ook nou, ik vind het wel interessant, ik ga meekijken. Maar die durven dan de stap niet aan en zetten toch een andere school op nummer 1, omdat je daar toch nog op hoopt en komt daar dan anders terecht. Hm. Maar mijn buurthart doet pijn en dat is oprecht, vind ik dat. Alleen, ik vind het voor mijn kind. Daar ga je toch voor. Dus de beste school voor mijn kind heb ik uiteindelijk voor gekozen. Okay. Ja. Nicolien Vink, je hebt de vrije school in Noord mede helpen opzetten. Ja. Jij was dus eigenlijk ook niet tevreden over het aanbod van scholen in Amsterdam-Noord. Kun je dat uitleggen? Ja, dat klopt. Ik ging eerst naar een school buiten Amsterdam, een Montessori school in Landsmeer. En op een bepaald moment dacht ik, ja, mijn derde kind werd geboren. Ik dacht, ga ik nu de rest van mijn kinderschoolloopbaan de stad uitfietsen, terwijl ik hiervoor heb gekozen om in Amsterdam te gaan wonen. Ik wilde ook een andere populatie. Ik wilde eigenlijk niet een Landsmeerse populatie omheen. Dus ik ging zoeken naar een school in de buurt. En de scholen die ik aantrekkelijk vond, die waren vol. En de scholen waar ik geen goede band mee had, zal ik maar zeggen. Daar was wel ruimte, maar het was niet wat ik zocht. Dus uiteindelijk ben ik door gaan zoeken tot ik vond wat ik wel wilde. En heb ik een initiatiefgroep daarvoor opgericht. Wat voor scholen vond je aantrekkelijk? De scholen met wat meer concept, wat meer visie. Maar ik moet zeggen dat toen ik eenmaal goed ging graven, vond ik het vrijschoolonderwijs uiteindelijk datgene wat ik echt zocht. En toen ben je maar een school gestart. Nou, dat vind ik gewoon proberen. Dat is er niet in, begin het maar. Ja, ik dacht eigenlijk, de populatie in Amsterdam-Noord is zo veranderd de laatste jaren. Het kan best zijn dat daar animo voor is. Bovendien het was voor mij echt veel te ver om naar Zuid te fietsen. Die scholen waren al vol. Ik zou dan, ik geloof een uur heen, een uur terug fietsen. Nee, dan hou je dus geen werkdag over. Dat zijn vast wel meer mensen, dacht ik, die dat hebben. Dus laten we eens gaan kijken of daar meer enthousiasme voor is. En dat bleek dus inderdaad te zijn. Bleek heel veel vraag naar te zijn. Ik denk voor een deel ook best ouders die geen plek vinden op de andere conceptscholen in Amsterdam. En wat is een conceptschool? De Montessori en de Dalton. Dat zijn toch de scholen die heel populair zijn in Noord. Ik denk dat de mensen, toch misschien de hoger opgeleide mensen die naar Noord zijn gekomen, meer een school zoeken met een duidelijke visie. En dat de bevolking die er al wonen, die waren wel weer tevreden met de scholen die er waren. Dus er is een verschuiving heeft daar plaatsgevonden. Trouwens, we hebben veel gasten uit Noord, dat is een beetje toeval. Ik denk dat Noord wel exemplarisch is voor heel veel wijken in Amsterdam. Dus mochten jullie denken van, nou, dit gaat alleen maar over Noord. Volgens mij gaat het wel over de hele stad. Dat wilde ik er even bij zeggen. Wat vind jij ervan, Simone, als je dit zo hoort? Dus twee ouders eigenlijk die niet de scholen hebben kunnen vinden in hun eigen buurt. Terwijl dat wel het idee is van het nieuwe plaatsingsbeleid, dat je zo dicht mogelijk bij huis een school vindt. Nou, dat kan. En dat is de reden waarom we een voorrangsregel voor mensen uit de buurt hebben ingevoerd. En wat je ziet, ook als je het verhaal wat ik erg goed vond, en ook jouw verhaal hoort, is dat het is feitelijk lastig om een systeem te bedenken die iedereen heel erg bedient. Zelfs als je alles los zou laten, zal er een groep zijn. En dat heb ik bijvoorbeeld meegemaakt in bijvoorbeeld een deel in Zuid. Die zegt, nou dat is lekker. Iedereen van de hele stad wil bij ons in de buurt naar school. En daardoor moet ik nu naar de andere kant van de stad fietsen. Want daardoor heb ik heel weinig kans. Omdat anders dan bij een middelbare school, waar je echt veel plekken hebt in een eerste jaar. Gaat het bij een basisschool vaak bij plaatsingsronden. Bij een grote school gaat het, als je mazzel hebt, om 10 plekken. Maar bij een kleine school soms maar om 3. Dus dat is ontzettend ingewikkelde materie. Nou, voeg daarbij dat dat iedereen een andere keuze wil maken voor zijn of haar kind. En dat het pracht ook aan ons onderwijs is dat we die diversiteit te bieden hebben.
ja, dan kom je in een stad als Amsterdam voor dit probleem soms te staan. En dat betekent dat je soms ook transitieperiodes nodig hebt, waarbij scholen naar zichzelf gaan kijken, bedienen we nog de ouders die en wat zij zoeken? Of moeten we daar iets anders voor doen? En vind je het dan jammer dat je dus dat in Noord op dit moment heel erg ziet? En vind je het jammer bijvoorbeeld dat dan de dochter van Lisa echt het stadsdeel uit moet? Vind ik, ja, want je zegt duidelijk, ik heb een idee van een bepaalde school. En die vind ik helemaal niet in mijn omgeving. Dat is hartstikke jammer. Ja. Er is trouwens wel een optie. Er zijn opties in Noord die ik wel zie zitten. Iets schoorvoetender dan dat ik eigenlijk zou willen. Maar die liggen dus te ver weg en die zijn te populair. Dus daar heb je geen kans op om in te schrijven. Dat is natuurlijk niet anders nu het nieuwe systeem er is. Alleen vroeger had je weinig kans. En eigenlijk nu bijna nihil. Dus dan is je hebt wel de keuzevrijheid om je daar echt in te schrijven. Maar als ik mij op een hele populaire school buiten mijn gebied inschrijf, dan heb ik bijna nul kans dat ik überhaupt een plekje krijg. Pieter, dus dat is het verschil. Pieter Bas pleitte net voor ultieme vrijheid voor ouders. Ja. Nou ja, jouw club heet Keuzevrijheid. Ik neem aan dat je ongeveer hetzelfde bepleit, of moet ik dat anders zien? Ja, nee, ik denk dat het heel erg belangrijk is. En daarom was ik ook blij dat mevrouw Guggenheim daar ook aanhaakte. Dat alle kinderen anders zijn en alle ouders anders zijn en alle visies op onderwijs anders zijn. En dat er voor alle kinderen iets te kiezen valt. Waar zij het beste kunnen ontplooien. En ik denk dat het beste gaat als je de keuzevrijheid loslaat. Of zeg maar dat je... Hoe denk je dan dat de scholen in de stad eruit gaan zien? Als de ouders het allemaal precies voor het zeggen hebben. En populaire scholen eindeloos kunnen groeien. Dan zie je wel waar ouders behoefte aan hebben. En dat zal altijd verschillend zijn. Dat is echt niet, het is echt niet dat elke ouder hetzelfde aankijkt tegen dingen. Ik heb het zelf ook nu gezien met al die verschillende ouders waar ik mee in gesprek ben gegaan om misschien een school te mengen. Die hebben allemaal hele andere punten waar ze op letten. Dan ik bijvoorbeeld. Dus ik denk niet dat er een eenheidsworst gaat ontstaan. Of dat de grootste scholen enorm gaan groeien. Want andere mensen kiezen misschien voor een kleine school. Dus daar ben ik echt niet bang voor. Zou je kind, stel dat stedelijk toelatingsbeleid zo dwingend was geweest dat je kind echt in de buurt naar school moest sturen? Ja. Wat had dat betekend voor jou? Ik denk dat ik zelfs ga verhuizen. Oh ja? Ik zie heel veel ouders die nu al op het punt staan om ergens te gaan verhuizen. En nu gaan besluiten waar ze gaan wonen. Naar aanleiding van waar ze voorrang hebben. Terwijl je dan misschien van die fantastisch gemengde scholen zou krijgen. Ja, dus mensen gaan niet in de vogelbuurt wonen. Als ze daar dan gaan ze dus niet bij mij in de buurt wonen. Hm. En wel in de buurten waar het al best wel niet gemengd is. Dat vermoed jij. Nicolien Vink. Ik had nog één vraag eigenlijk aan mevrouw Koekenheim. Mm-hmm. Is het niet zo dat door dit voorrangsbeleid de scholen die in bepaalde buurten staan, die niet zo populair zijn, dat die eigenlijk automatisch nu toch toestroom krijgen van leerlingen? Dus dat ze daarmee minder uitgedaagd worden om hun onderwijs onder de loep te nemen en om misschien iets te veranderen? Nou, dat hebben we proberen te voorkomen door het gebied, om ook wel door in plaats van een kleine kring scholen, waar eerst sprake van was, die kring wat uit te breiden. Bijvoorbeeld naar 8 scholen. Maar daar zitten dus ook weer nadelen in. En die heb jij net opgenoemd. Dus dat is in tegenspraak met elkaar. En dat maakt het ook ingewikkeld. Een van de dingen wat ik heel terecht punt vind, is ouders, de column ging daar ook over, die heel bewust van een bepaald concept. Ja. En wat als er niet genoeg van zo'n concept is. Dus dat betekent dat je... Je moet realiseren dat dit soort dynamieken spelen, maar dat moet nooit het denken stoppen. En we zijn daarom nu ook het plaatsingsbeleid in het basisonderwijs heel goed aan het evalueren om precies die vragen te beantwoorden. Welke vragen bedoel je dan? Nou, bijvoorbeeld moeten we niet een systeem bedenken waarbij we dus meer recht doen aan het feit dat mensen bijvoorbeeld eigenlijk in Amsterdam veel specifieker naar concepten zoeken en bijvoorbeeld minder hechten aan of iets openbaar of katholiek onderwijs is. Overigens, ja, als je met ouders zelf spreekt, dan zijn daar ook wel weer de meningen heel erg over verdeeld. Ja. Dus het blijft een combinatie van
een systeem wat eerlijk en transparant is en daar goed met ouders over praten. Wil je meer kans op je eerste keuze, lever je daardoor, en daardoor minder kans op de keuzes daarna? Of vind je andersom prettig? We hebben bijvoorbeeld net een plaatsingssysteem gezien in het voortgezet onderwijs. Waar heel veel kritiek op geweest is. Maar dat voortgekomen is bij de ontevredenheid van alles of niets. Eerste keuze of anders iets wat er eigenlijk helemaal niet eens op mijn lijstje stond. Naar een systeem van minder kans op eerste keuze, maar wel wat meer invloed op de alternatieven. Dat is een enorme discussie, precies zoals jij zegt. Het basisonderwijs heeft nu dat eigenlijk nog het systeem wat gaat over die eerste keuze en anders minder kans. Ja, dat is ingewikkeld. Ik bedoel, dat kunnen we niet simpeler maken. Maar je moet het in combinatie dus altijd laten gaan met wat jij zei. Denken over concepten. Wat is eigenlijk onze voorraad? Wat willen ouders eigenlijk? Dat krijgen we nu hopelijk ook veel beter in beeld. Waar zoeken ouders eigenlijk naar? Met het stichten van nieuwe scholen. Maar laat ik dan heel even een knuppel in het hoenderhok gooien. Zijn deze, want volgens mij hebben we het ook heel erg veel over blanke hoogopgeleide ouders. Nou ja, zoals jullie. Zijn jullie niet gewoon een beetje te verwend en veel eisend? En jij zegt ook, ik schaam me zelfs een beetje dat ik mijn kind buiten het stadsdeel op school zet. Moeten we niet gewoon accepteren dat we hartstikke goede scholen in de buurt hebben? En stuur je kind dan daarheen? Ja, ik denk dat het hele goede scholen zijn voor bepaalde kinderen. En niet voor die voor mij. Toevallig, sorry? U mag straks iets vragen. Mag ik even uitleggen wat ik daarmee bedoel? Sommige scholen zijn heel erg gericht op... wat Alex, of, ik weet niet meer wie dat zei. Die zijn heel erg gericht op de basisvaardigheden taal en rekenen. Die zijn daar, die komen... Dat is voor een aantal kinderen... Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat, mevrouw, dat u mag zo meteen vragen stellen. Ik begrijp dat er veel emotie is, maar ik wil heel even de gasten laten uitpraten. En ik heb zelf op een hele, als we dan even in de termen zwarte scholen zitten. Ik heb zelf op een hele zwarte school gezeten en ik heb het heerlijk gehad. Dus ik heb echt serieus, ik werk in het onderwijs, ik zie heel veel zwarte scholen. Dus ik heb echt geen vooroordelen over dat slechte scholen zijn. Maar voor mijn dochter vind ik niet het beste school. En dat is, dat mag elke ouder zelf bedenken. En ik vind dat de scholen die ik in mijn buurt heb, die vind ik dan dus niet voor mijn kind de beste keuze. Ik ben even nieuwsgierig naar Nicoline. Ben jij ook helemaal voor totale keuzevrijheid van ouders? Ja. Ja, ik denk dat dat goed is. En dat je dan ook kan zien wat willen ouders en dat je het onderwijsaanbod daarop aan kan passen. Lijkt mij goed. Ja, ik ben geen voorstander eigenlijk van de buurt, het buurtvoorrang. Ik begrijp dat het inderdaad in andere stadsdelen anders is dan in Amsterdam-Noord. Hè. Amsterdam-Noord is er een bepaalde situatie. In Amsterdam-Zuid is het weer anders, hoor ik. Als mensen niet in hun eigen straat naar hun school kunnen, is dat natuurlijk ook heel vervelend. Toch denk ik dat er een andere mouw op te passen is dan deze voorrangsregel. En zeker als het gaat om conceptscholen zoals inderdaad Montessori of Vrije School of Dalton, noem maar wat, dat toegankelijk is voor de ouders die daarvoor willen kiezen. Want ja, we kunnen allemaal kiezen welk wasmiddel we kopen in de supermarkt. Maar dan zouden we toch eigenlijk ook willen kiezen waar we ons kind naartoe brengen voor 6 of 8 jaar, toch? Dat lijkt me maar dan eigenlijk wel belangrijker. Maar er zijn genoeg gemeentes waar amper 1 school overleeft, dan heb je helemaal geen keuze. Ja, maar wij wonen in Amsterdam, dat is mijn keuze om hier te wonen. Dus ik wil die keuze ook hebben om een stukje te fietsen naar een school die bij mij past en die bij mijn cultuur past en die bij mijn kinderen past. Ik vind dat het best wel het recht is en ook een groot goed in zo'n stad als Amsterdam. Ja, met zoveel cultuur en zoveel verscheidenheid aan mensen ook. En wethouder Koekenheim, u zegt we gaan dit systeem evalueren. Ziet u al mogelijkheden voor een ander systeem? Zijn er al signalen dat... Ja, we hebben het net over gehad. Ik vind het bijvoorbeeld op het moment dat je zegt we hebben maar van één bepaald concept zo weinig scholen, dan kan je dat niet alleen maar voor een buurt openstellen op het moment dat
een school ook nog moet loten. Vrije school is daar een voorbeeld van. En dan vind ik dat je daar veel meer een stedelijke functie van moet maken. En je moet ook kijken naar andere scholen. Dus dat zouden aanpassingen kunnen zijn in het beleid? Dat zijn aanpassingen. Nou, je kan ook gaan kijken. En dat moeten we gewoon met elkaar de voor- en nadelen afwegen. En dat de schoolbesturen zijn natuurlijk in de eerste instantie degene die dat moeten doen. Want die bepalen uiteindelijk het plaatsingsbeleid. En ik heb gelukkig goede gesprekken met de schoolbesturen daarover. En ik breng in wat ik denk dat belangrijk is om ingebracht te worden. Wat ik hoor terugkrijgen in Amsterdam en ook mijn visie op zaken als vrijheid van onderwijs. Schoolbesturen moeten daar uiteindelijk een beslissing over nemen. En ik denk dat er heel veel dingen zijn waar je dan rekening mee moet houden. Nou, concepten is net al iets wat we bijvoorbeeld genoemd hebben. Moet je, als mensen daar expliciet voor willen kiezen, moet je daar niet rekening mee kunnen houden in dingen, in het geven van voorkeuren op het moment dat er geloot zou moeten worden. Dat bij die 8 voorkeuren zit bijvoorbeeld. En kan je dat dan op een eerlijke manier organiseren ook? Dat is ook nog best een vraag en best een ingewikkeld vraagstuk ook. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk dat we nu aan het evalueren gaan, heel goed moeten meenemen. Oké, dank jullie wel. Volgens mij zit de zaal te trappelen om iets in te brengen. Ik ga het wel beperken tot 3 vragen. Dus de 3 beste vragen, steek je hand op. Volgens mij was die meneer daar een van de eerste al een tijdje geleden. Er kunnen ook vragen gesteld worden aan Herbert de Bruin en Alex Bakker. Die zitten in het publiek. Ik wil eerst even een opmerking plaatsen. Ik begon te trappelen bij het debat over culturele achtergrond van kinderen op scholen. En jij vroeg, hoe kunnen we dat oplossen? Nou, ik denk dat de parool daar een hele grote rol in kan spelen. Ook vanavond weer, door niet alleen het gesprek over culturele achtergrond te laten plaatsen. Want het gaat alleen maar over zwarte scholen, gemengde scholen, witte scholen. Vind ik echt zonde. Een gemiste kans, wat mij betreft. Ik zou graag met de wethouder praten over onderwijs, wat heel weinig gebeurd is. En ik zou je de vraag willen stellen, want Imre moest de vraag beantwoorden, wat zou je moeten leren op de basisschool? Wat vind jij belangrijke dingen die we moeten leren op de basisschool? Het is eigenlijk een hele persoonlijke vraag, omdat ik natuurlijk ook een ambt heb als wethouder. En de wet voorschrijft waar scholen aan moeten voldoen. En het lastige aan die vraag ook is dat je die vraag op een andere manier kan beantwoorden voor ook nog eens als ouder. Ik ben ook nog ouder. Ik heb kinderen en en ik weet hoe die kinderen zijn. En mijn kinderen die moet je misschien op een andere manier benaderen dan weer andere kinderen. Dus daarom zeg ik heel eerlijk, als jij mij die vraag zo stelt, dan vind ik dat een hele ingewikkelde vraag. Ook omdat ik wil voorkomen dat mensen bijvoorbeeld met die scholenbeurzen geld aan gaan vragen. En denken, nou weet je wat, dan schrijven we het een beetje op zoals de wethouder, wat de wethouder leuk aan onderwijs vindt. Dat is zonde, want dan al die initiatieven, die misschien veel beter zijn dan waar ik van gehoord heb, doe ik daarmee teniet. Maar ik vind het toch te leuk om niet te beantwoorden. Maar dus met deze disclaimers. Wat zeg je in de leerkrachten, toch? Dank. Ik zal je vertellen, we hebben die scholenchallenge gehad en er waren 124 initiatieven. Niet gewoon 124 mensen die dachten, ik heb ook eens een idee, maar echt mensen, leerkrachten, veel ouders die echt met elkaar aan het ontwerpen gingen. In werkgroepjes aan keukentafels op scholen. En ik vind dat behalve dat daar hele diverse ideeën uitkwamen, zag je daar ook een paar rode lijnen die mij heel erg aanspreken. Eén daarvan is dat het ging over persoonlijkheidsontwikkeling. Dus niet dat je een soort hiërarchie krijgt in rekenen en taal en een aantal andere kernvakken die ook zeker hartstikke belangrijk zijn. Maar dat er veel meer wordt gekeken van de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en hoe die elkaar met kernvakken ook versterken en beïnvloeden. Ik vind dat een waanzinnig leuke ontwikkeling, goede ontwikkeling voor het onderwijs. En ik hoop echt dat dat daar veel meer oog voor komt. Of in ieder geval, dat zou een tekort doen aan de scholen die daar allemaal al mee bezig zijn. Dat we dat ook veel meer durven te roepen, dat dat zo gaat. Tweede, wat ik heel erg leuk vind om te zien in die initiatief, is dat er heel veel een antwoord formuleerde op vroegselectie. We kijken eigenlijk als kinderen 11 zijn, naar wat voor type onderwijs ze moeten. En dat is best wel veel betekenend. En misschien als je uit een warm nest komt en je de steun van je ouders hebt, dan maakt het niet uit als je
wat langer doet, wat laat bloeit, want dan word je ondersteund en dan kan je het je permitteren. Maar heel veel kinderen in deze stad kunnen zich niet permitteren om laat te bloeien. En dat is een groot gemis. En ik denk echt dat de initiatieven die dus gaan over hoe verbinden we basisonderwijs en middelbaar onderwijs zo dat we een beetje die vroegselectie eruit halen en echt veel meer kijken naar kinderen en hoe kan je die kinderen nou op hun eigen niveau krijgen, denk ik echt dat een winst gaat zijn voor onze stad. Dus dat vind ik leuke dingen die eruit gekomen zijn. Dankjewel. Misschien kunnen jullie erbij zeggen wie jullie zijn, zodat we een beetje een beeld hebben. Volgens mij was dit de directeur van de ontplooiing. Van Imre. De school van Imre. Leuk. Ik ben Giel, ik ben vader van 3 kinderen en ik kom ook uit Amsterdam-Noord. Ik heb 1 opmerking en dat heeft vooral te maken met de term segregatie. Ik heb heel veel moeite mee, want dat refereert meestal naar raciale segregatie. En als jullie hiermee ook wel op die manier gaan praten, dan creëren jullie iets dat eigenlijk niet helemaal klopt. In Amsterdam-Noord, in Taandorp, Ozaan, zijn die allochtone kinderen juist de goede leerlingen, terwijl die blanke ouders, de blanke kinderen, die hebben helemaal geen moeite aan überhaupt als wetenschappelijke onderwijs, oké? Dat is 1 ding. Dus misschien moeten wij goed nadenken over die woorden die wij gebruiken. Het is een heel erg hip en heel erg heftig, maar ze kloppen niet. De andere vraag, en dat is ook voor u mevrouw, hoe spreekt over diversiteit, dat de kinderen anders zijn, dat de ouders anders zijn, en dat ze keuzes moeten kunnen maken. Maar met die stedelijke toelatingsbeleid gebeurt het gewoon niet. U bepaalt gewoon op basis van loopafstand wat de keuze van een kind of van een ouder is. En dat vind ik heel erg tegenstrijdig. Hoe gaat u hiermee eigenlijk? Nou, dat is, ik bedoel, uw eerste hartekreet neem ik ten harte en dat vind ik echt een waar woord. En daarom zou de discussie over diversiteit in het onderwijs heel anders gevoerd moeten worden. Dus dat vind ik heel leuk dat u dat op die manier inbrengt. De tweede is, waar we het net eigenlijk over gehad hebben. Je mag je in Amsterdam op alle scholen waar je wilt inschrijven. Maakt niet uit hoe ver. Maar op het moment dat een school heel populair is, dan moet je dus gaan loten. En dan is de vraag, hoe doen we dat? Iedereen dezelfde kansen of gaan we voorrangsregels toepassen? En in Amsterdam hebben de schoolbesturen, en daar heeft de gemeente ook aan tafel gezeten, gedacht, nou, we gaan voorrangsregels toepassen om toch mensen bijvoorbeeld te zorgen dat broertjes en zusjes bij elkaar op school zitten. Ik noem maar wat. Dus eentje die vrij voor de hand ligt. Maar er is ook op een gegeven moment gekozen om te zorgen dat mensen die dat willen, in ieder geval in hun buurt naar school kunnen. Dan komen we eigenlijk weer in het gesprek wat we net hadden. Is dat dan een goede keus geweest? Ik denk dat het een belangrijke stap is genomen om het gewoon maar te gaan doen. Want ik denk dat het systeem waar we op veel plekken vandaan komen minder gunstig is voor veel ouders. En veel minder keuzevrijheid meenemen. Want dat ging over bijvoorbeeld hoe groot is je portemonnee of hoe gewiekst ben je. Maar het levert problemen op. En daarom moeten we dat nu naar kijken. Dus ik begrijp dat heel goed. Wat gaat er gebeuren in de evaluatie? Hoe wordt er geëvalueerd? Nou, er wordt gewoon gerapporteerd wat gebeurt er nou, wie komt daar terecht. Alle ouders worden bevraagd, dat zullen jullie waarschijnlijk gemerkt hebben op het moment dat je afgelopen jaar in een school meegegaan bent in die procedure, heb je een vragenlijst gekregen waar allerlei vragen terechtkwamen, als in ook die vraag naar wilde je graag in een buurt of niet, of wat is belangrijker voor je, een bepaald concept of juist in de buurt. Nou, wat daaruit gaat komt tot nu toe het beeld, is dat heel gemengd is. Ja. Dat het dus heel moeilijk gaat zijn om iedereen optimaal te bedienen. En daardoor denk ik, nogmaals, maar dan verval ik een beetje in herhalen, dat je dus met plaatsingsbeleid alleen er niet komt om te optimaliseren dat iedereen een fijne school vindt, overigens, en of daar dat beeld van tevoren heeft ook. Want wat leuk is om te zien is gelukkig dat achteraf mensen ook sowieso heel erg naar hun zin gaan hebben op een school. Maar dat je dus ook moet sturen op welke scholen zijn er en hoe ontwikkelen die zich en voldoen die aan de behoeften. En dat moet je niet van vandaag op morgen doen. Want ik geloof dat hier ook, en de directeur zei dat heel goed, ik bedoel, je zet een school niet even aan of uit. Dat is veel te kort door de bocht. Je sluit een school niet even makkelijk en je richt ook niet even makkelijk een school op. Kan deze mevrouw van getuigen. Maar je moet het gesprek wel voeren en de vragen wel stellen. Derde vraag. Wie heeft er nog een prangende vraag? Sorry.
Ik heb eigenlijk twee dingen die ik even wil zeggen. De ene is een uitnodiging voor jullie de 29 september, want dan hebben we vanuit de Vereniging van Meesterschappers hier een bijeenkomst over het onderwerp plaatsing op de VO. En de andere vraag, die sluit even aan eigenlijk op een aantal vragen die al gesteld zijn. Ik werk op een hele gemengde school. Op mijn school zitten heel veel Surinamers, Antillianen, Ghanese, Marokkanen, Turken en een paar Nederlanders. En dat is ook precies de afspiegeling van de wijk, want ik werk in Zuidoost. En u zegt net, van we lopen er tegenaan dat 30% van de allochtone leerlingen naar het VWO gaat en 70% van de autochtone. Klopt dat? Ja. Onze school gaat niet anders gemengd worden. Moet ook niet, want ik denk, je moet niet kinderen uit Zuid ineens naar Zuidoost op school gaan sturen. Maar wat kan een gemeente nou nog meer bieden om te zorgen dat wij wel meer leerlingen daar krijgen? Ik maak bijvoorbeeld wel zorgen over de passend onderwijsontwikkelingen, waardoor we toch als leerkracht meer zelf moeten doen. Klassen worden ook zeker niet kleiner. En ik vind dat wel, als je kijkt naar, ja, je wil alle kinderen gelijke kansen bieden, dan denk ik dat mengen lukt gewoon niet altijd. Maar wat kun je dan wel doen om ervoor te zorgen dat deze leerlingen wel de kansen krijgen die ze nodig hebben? En het is een vraag aan de wethouder of aan iemand anders? Ja, ik kaats die vraag terug. Want ik denk echt dat scholen zelf moeten definiëren wat hebben wij nodig om deze leerlingen, om het beste uit deze leerlingen te halen. Dat kunt alleen het onderwijs zelf bepalen. En als je dat verhaal goed hebt, dan gaan we daar samen aan staan. En soms is dat een kwestie van, weet ik veel, bijscholing, omdat je niet weet hoe je omgaat met weet ik veel wat. En soms als, is maar dat deze een kwestie leerkracht, ik van dat we buitenschool vraagt om heel veel dingen doen. Ja, maar dat moet je dus. Ik hoorde niet de exacte concrete hulpvragen in de zin van geef mij, weet ik veel, 3 extra collega's of zo. Ik had vorig jaar een klas van 26 en nu van 18. En ik merk nu al in een paar weken dat ik veel meer kan. Ik kan de kinderen veel meer bieden. Alleen door een aantal kinderen minder in de klas. Maar heeft u een krimpende school dan? Nee, dat is toevallig deze jaargroep die wat kleiner is. Maar ik merk dat dat heel erg scheelt. En ik weet dat uit onderzoeken blijkt dat het niet zo is. Maar ik geloof die onderzoeken niet. Okay. Nee, mag ik daarop reageren? Ik ga iets zeggen en daarmee wil ik niet bagatelliseren. Want ik snap best wel hoe zwaar dat is. Maar wat echt nog een kans is in Amsterdam, is om dan eens kennis uit te wisselen hoe je met elkaar en hoe ze dat op andere scholen doen. Want ik kom ook op scholen waarin ze door bijvoorbeeld te werken met continu roosters en een goede samenwerking met professionele BSO. En dat kunnen ook professionals zijn die komen tot een samenwerking waarbij je meer handjes in de klas hebt. En ja, het is even puzzelen soms en het is zeker niet makkelijk. En ik weet best wel dat er beperkingen zijn, ook aan dingen als lumpsum en rijksbijdragen. Maar ik geloof echt dat als we heel scherp formuleren wat je nodig hebt voor een bepaalde school in een bepaalde wijk, en dat kan ook overal anders zijn, dat je echt wel een eind kan komen. En de reden waarom ik daarin geloof is dat ik het zie in Amsterdam. Dat er heel veel scholen zijn die daar op een hele bijzondere manier mee omgaan. En dat we dus nog heel veel te winnen hebben als leerkrachten en scholen met elkaar, met hun bestuur daarover praten. Daarom is het zo belangrijk, dat is dan wel weer een voorwaarde van onze scholenbeurs, dat we doen aan kennisdeling. En dat we ook laten zien, waar gebruik je dat dan voor? Die beurs die je gekregen, wat hebben jouw collega's daar eigenlijk aan? Misschien wat ga je hierna bij de bar wat gegevens uitwisselen, dan misschien weten we elkaar al te vinden zo. Ik heb nog ruimte voor één laatste vraag. Wie heeft nog een prangende vraag? En anders gaan we gewoon ik heb naar nog het wel café. Een vraag. Oh. Als niemand anders een mag. Vraag heeft. Ik had nog een vraag en dat gaat dan nog weer even over dat aannamebeleid. En in verhouding tot onze nieuwe schoolchallenge. Heel Amsterdam heeft kunnen stemmen nu op scholen. En laten we ervan uitgaan dat er basisscholen bij gaan zijn die gesticht worden. Dus heel Amsterdam heeft gestemd op een prachtige basisschool. Die komt dan ergens in Amsterdam te staan. En dan komt het er dus op neer dat alleen de mensen die daar omheen wonen daar naartoe mogen. Goed punt. Dat kan. Als het vanaf dag 1 een te kleine, te populaire school is,
Misschien wel, maar je kan ook bedenken dat het op het moment dat het iets te bieden heeft, wat andere scholen bijvoorbeeld, wat echt heel uniek is, dat je zegt, maar dat heeft een stedelijke functie. Ja, ik zou niet heel veel willen denken in nu al beperkingen daarvan. En ik zou zeggen, als jij een oplossing daarvan weet, kom maar door. Ik zou echt de kans willen grijpen om dit met elkaar te doen. Oké. Okay. Dus oplossingen kunnen gemaild worden naar... S.Kukenheim, apenstaartje. En Nicolien, jij hebt ook een school in de challenge zitten. Ja, een vrije school voor middelbaar onderwijs. Ja, we wilden de lijn van de basisschool doorzetten naar een middelbaar. Dus eigenlijk een doorlopende leerlijn creëren. Waar ook inderdaad gekeken kan worden om naar later kiezen. Denk ik minder vroeg differentiëren. We zijn dat nog aan het uitwerken. De exacte vorm is on the way, maar de grote lijn. Naar het VO wordt er natuurlijk ook helemaal geen rekening mee gehouden. Sorry, mix en match? Mix en match systeem. Dus de kinderen die het plaatsingssysteem van primair naar VO. Oh, wordt er ook helemaal geen rekening gehouden met conceptscholen. Ja, 29 september. Even een reclame momentje. Ja, dat is ook interessant. Om daar, maar goed, er wordt goed geëvalueerd, hoop ik, over afgelopen jaar. Oké, okay, heel goed. Dus 29 september. Dat is meer een opmerking. Daar is, ik denk nog verder geen... dat is geen vraag, maar meer een opmerking eigenlijk. Sorry. Dankjewel. Ik ga het hiermee afronden. Volgens mij heeft iedereen wel dorst. Dank jullie wel. Nicolien Vink, wethouder Simone Kukenheim, Lisa van der Winden, Alex Bakker en Herbert de Bruyne. En jullie allemaal. En de columnisten. En de bar is geopend.